Joost Lindenberg, je verzaakte niet als aanvaller om de zaak te verdedigen. Ze kwamen er niet echt doorheen, hè? Nee, ja, was überhaupt het veld zat ook niet echt helemaal mee, moet ik zeggen. En ja, het was een hele lastige wedstrijd. Ik denk dat we het onszelf ook heel moeilijk hebben gemaakt. Ik denk dat we hier makkelijk met 5-0 hadden kunnen winnen. Ja, want jullie hebben genoeg kansen gehad. En ja, ik vind jouw mama ook die prachtige voorzitter gaf. Jullie hebben eigenlijk elke keer wel een mogelijkheid gehad, maar niet eigenlijk met allebei de handen aangepakt. Maar ik vind het toch wel tegen de bovenste. Hè, jullie zijn met 14 punten en wel een wedstrijd minder gespeeld. Maar ja andere ploeg uit Horen, althans uit Zwaag dan gedaan. West-Friese wint met 3-2 van VVS 46. Die staan nu bovenaan. Ja, precies. Het is allemaal mooi. Tenminste, het pakt mooi uit. Alle bovenste, de spelers van boven en de teams van boven, die moesten allemaal tegen elkaar. En wij hebben nu gewonnen, dus wij klimmen weer een beetje omhoog. Nou, laten we het niet over die penalty hebben. Ik zei net al, eigenlijk was het ook niet mijn dag om die penalty te nemen, maar toch doe je dat. Maar je neemt de verantwoordelijkheid. Precies. Dan staan jullie met 10 man. Dat zei ik al tegen Joost Rudderberg. Van, ja, jullie als aanvallers verdelen dat ook mee. Ja. Hoe heb je dat erin gebracht bij die jongens? Dat is dus knokken voor elke meter. Dat doen die jongens voornamelijk zelf natuurlijk. Kijk, we hebben een jaar met heel veel ups en downs. Dat heb ik voor de wedstrijd ook tegen de jongens in de kleedkamer gezegd. En we zijn aan het groeien. En we zijn dicht bij elkaar aan het komen. En verleden week hebben we twee weken geleden hebben we een resultaat tegen West-Friese natuurlijk. Ook met 10 man. Dat is voor je moreel heel goed. En vandaag vind ik dat we terecht winnen, overigens. En je ziet dat die jongens gewoon, ze geloven in elkaar en ze werken voor elkaar. En dan hoef je als trainer eigenlijk heel weinig te doen. Dat komt vanuit het team zelf. En dat groot compliment naar de jongens. Dan heb je een reservedoelman op doel staan. Maar die jongen krijgt een standbeeld bij alles voor wat. Nou, ik denk dat die reservedoelman in principe onze meest getalenteerde doelman is. Hij is heel jong. Hele getalenteerde jongen. Moest stappen maken in zijn persoonlijke ontwikkeling. En dat is hij aan het doen. En ik vind het geen reservekeeper. Dus, je 3 punten haal je weg. Ging je ook met die gedachte hier naartoe? Ja, direct. Ja, kijk, we stonden voor dit weekend stonden we 8e. En je weet dat ze boven ons tegen elkaar moeten. Nu zijn er een hoop wedstrijden afgelast. Hè? VVS verliest dan van West-Friese. Dus je weet dat als je wint, dat je goede zaken doet. Dus wij kwamen niet voor een punt, wij kwamen voor 3 punten. Steven Kaai. Ja, Albers Voort, wat dacht je? Nou, die pakken we wel. Nee, dat denk ik nooit. Ik onderschat geen één tegenstander. Er zijn zeker ook een Voort niet, wat gewoon een goede voetballer, jonge ploeg ook is. Je mag in deze competitie geen eentje waar denken van, nou, die pakken we wel. Dat zit hier niet bij. In Hoogwoud werd Niels Koster eigenlijk een beetje aan banden gelegd door Van der Meer. Ik heb de wedstrijd ook gezien, ik was daar ook bij aanwezig. Jullie verliezen daar met 3-0. Toen speelde jullie tegen ECW 3-4. Was het een moeilijke wedstrijd tegen ECW trouwens? 2-4. ECW was ook een moeilijke wedstrijd. ECW ook een hele goede ploeg. Uitgebalanceerde ploeg. Met een stuk ervaring, vooral op middenrif en voorin. Het was ook een moeilijke wedstrijd, maar ja, daar trokken we gelukkig over de streep aan de goede kant. Ja. Toch hadden jullie het beter van het spel in het begin van de wedstrijd. Ik denk, nou, het wordt een eitje voor FC Medeblik tegen Albersvoort. Maar ja, kwamen ze toch naar de rust, tenminste naar rust eerst stond er natuurlijk 0-1 voor Albersvoort. En naar rust kwamen ze toch weer terug naar 0-2. Dan krijgen ze een strafschop. Ik dacht, ach jee, nou, mijn zondag is helemaal verpest. Nou, nee, dat niet hoor. Ik laat me zondag niet zo snel verpesten. Kijk, ik win liever hoor op zondag, laat ik het zo stellen. Maar nee, kijk, ze spelen gewoon goed. Ook de openingsfase was wel gebalanceerd. Was deels voor hun, maar ik vond niet dat wij onderdeden, ook al stonden we achter de eerste helft. En ook in de tweede helft was het speelbeeld aan twee kanten. Wij probeerden het spel te maken, zij zaten een stukje op de counter. En ze maken dus op een gegeven moment die 0-2. Bij die 0-3 inderdaad, die penalty dacht ik, ja, als die erin gaat, dan kan je sluiten de wedstrijd. Want dan ga je niet meer redden. Die ging er niet in, dus dan blijf je in leven. En dan kan je ook zien dat één doelpuntje, dan komt er toch wat drukker op te staan. Ja, krijgen ze maar meer situatie. Krijgen ook nog maar meer situatie. Kevin en Maurice die zijn mond niet kon houden. En prima, dat gebeurt. En dan probeer je al voetballend. He, vaak gaan mensen pompen, dat deden we niet. We probeerden toch voetballend de juiste keuzes te maken. En ik denk dat je gesteld hebt, maar het waren 4-5 hachelijke momenten voor de goal bij Voorwaard. En helaas viel hij niet voor ons, zodat we een gelijk spelletje hadden. Ja, gelukkig win je af, hè? Ja, vandaag dus niet.
Nee, ja. En dan had je toch 2-2 was toch wel een beetje de rechte uitslag geweest? Ik weet niet hoe Gideon erover denkt, ik denk als je het... De hele wedstrijd, dan was het 2-2 een betere uitslag voor ons geweest in ieder geval. Of die terecht is. Het is eigenlijk een hele leuke competitie, hè, de derde klasse A. De 3A is altijd een leuke competitie met veel clubs die meedoen. En wij kijken eigenlijk altijd al breder dan alleen dat we bovenaan staan, bovenaan hebben gestaan. We kijken altijd naar de tegenstanders, wat ze doen en wat de resultaten daarin zijn. Maar ja, we staan waar we staan op dit moment. En ik moet ook zeggen, we hebben gewoon gezegd, de eerste doel was handhaving. Nou, dat moet lukken, weet je, in deze competitie. Het tweede doel is nu gewoon bij de eerste 5 eindigen. En met de periode op zak spelen we sowieso voor promotie. We kijken van week. Volgende week moeten we tegen West-Friese, dus het zal ook wel een leuk potje worden.